Dit wokgerecht met verrassende smaken is ideaal om Chinees nieuwjaar te vieren. Het is klaar in amper 30 minuten. Begin met de spruiten in fijne schijfjes te snijden. Gebruikt u diepgevroren spruiten, laat ze dan eerst oppervlakkig ontdooien. Pel dan een goed rijpe mango en snijd vruchtvlees in fijne reepjes. Kook nu nestnoedelschaar in lichtgezouten water volgens de kooktijd op de verpakking. Giet af en zet opzij. Verhit een beetje rijstolie in een wok en bak er de runde reepjes voor de wok in bruin. Laat het vlees op voorhand wel ontdooien en dep het goed droog. Haal de reepjes uit de wok als ze mooi gekleurd zijn en houd ze warm. Voeg dan in dezelfde wok twee fijngesnipperde chalotten toe, twee fijngesnipperde teentjes knoflook. 3 cm heel fijn gesneden gember en 1 à 2 rode pepertjes waar u de zaadjes uit verwijderd hebt. Roerbak alles 2 minuten op een hoog vuur. Door de fijn gesneden spruiten 5 eetlepels sojasaus en 2 eetlepels honing bij. Besprenkel met 2 eetlepels droge sherry. Roerbak verder op een hoog vuur en meng goed. Voeg er na 4 minuten de sojascheuten aan toe en roerbak nog 2 minuten. De groenten mogen een beetje krokant zijn. Voeg vervolgens de noedels toe aan de bereiding. Meng er tot slot de bewaarde rundereepjes en de mango reepjes onder. Kruid met peper en zout. Voor een mooie presentatie versiert u de borden met fijngesnipperde lenteuitjes en enkele fijngesnipperde blaadjes koriander. Bij dit wokgerecht schenkt u een cru du Beaujolais met een aangenaam soepele en fruitige smaak, zoals deze Saint-Amour. Smakelijk! Neem hier zeker een receptfiche mee. Om dit recept bij u thuis te bekijken, surft u naar onze Lekker Koken website www.colruit.be. U ontdekt er nog duizenden andere originele colrijdrecepten. Volg ons ook op Facebook.